Ik ben 3 keer ziek geweest en in totaal heb ik 60 chemo's gehad, 20 bestralingen en 1 stamceltransplantatie. Waarbij ik ook een maand in het ziekenhuis in quarantaine moest liggen. Jordi uit Hoofddorp is 21 jaar en wilde profvoetballer worden. Op zijn 18e verandert alles als hij een knobbel in zijn nek ontdekt. Het blijkt lymfeklierkanker te zijn. Ik had eigenlijk altijd 1 droom om zo hoog mogelijk te kunnen voetballen. En ja, het sloeg wel even in. En na een half uurtje waren de tranen eigenlijk wel op. Want ik dacht één ding van, hoe ga ik dit nu verder doen? En ja, je moet toch een plan er tegenover hebben. Dus het ziekenhuis kwam met een plan. En het eerste wat ik tegen de dokter zei van, dit gaat me niet kapot maken. Ik ben nog veel te jong, dus ik ga er vol voor. Een slepende strijd volgt. Zo'n 3 jaar later is Jordi clean. En toch is hij weer terug in het ziekenhuis. Maar nu voor andere kankerpatiënten. Met zijn stichting Jojo Foundation zamelt hij geld in voor het ziekenhuis. In mei wordt een nieuwe speciale comfortkamer geopend, die hij betaalt. Nou, dit is dan zo'n comfortkamer. In deze kamer heb ik zelf altijd gelegen toen ik ziek was. Nou, zoals je ziet, het is een huiskamergevoel. Het is niet een normaal ziekenhuis wat je ziet. Ja, dit laat je ook echt beter voelen. Ja, ik wou gewoon iets terug doen voor het ziekenhuis. En ik heb in die comfortkamers gelukkig mogen liggen. En ik dacht van, eigenlijk verdient iedereen dit. Het ziekenhuis is heel blij met Jordi zijn bijdrage. Hij heeft het moeilijk gehad, hij heeft het zwaar gehad. En ja, des te knapper dat hij dan toch naast de strijd die hij zelf moet leveren ook oog heeft voor anderen. En dat hij dit initiatief heeft ontplooit, vind ik echt heel knap. Hij heeft het goed gedaan, jongen. Ja. Jullie zijn ook toppers hier zo. De ziekte kanker krijg je niet 1, 2, 3 weg. Dus wij moeten het voor die mensen zo comfortabel mogelijk maken. Dat ze zo goed mogelijk gaan voelen. En die strijd vol aan kunnen gaan met deze rotziekte.